Thank you.
fijn dat jullie vandaag gekomen zijn om Ron en Kim, Timothy, Lissy Joy en de oma's te ondersteunen op deze moeilijke dag. Een verdrietige dag waarop we samen afscheid nemen van baby Bing. Ik wil jullie vragen om te gaan staan terwijl het gezin binnenkomt met Bing. Die ik mocht maken met het gezin als uitvaartbegeleider van Houvast Uitvaartzorg. Kim en Ron en de kinderen hebben ervoor gekozen om kleine Bing te laten balsemen. Dit hebben we gedaan samen, zodat hij alle dagen tot vandaag dicht bij hun kon blijven. Zodat ze hem konden knuffelen, zodat ze hem konden aanraken en het hele reis samen met hem konden maken. Kim zal ook in deze dienst heel dicht bij Kim in de armen zijn en af en toe bij andere gezinsleden. We dekken hem toe voor andere mensen die het moeilijk vinden en voor de kinderen. Dus vandaar dat ik jullie even wilde meenemen in het balsemen van onze Kim. Van onze Bing, sorry. A hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah.
Ja, hoe begin je een herdenkingsdienst zoals deze? We zijn hier vandaag bij elkaar om Bing Gideon Rinus den Hollander te leren kennen, te herdenken, maar helaas ook om afscheid te nemen. Zijn leven was te kort, de impact van zijn komst was te groot, heel groot, maar het gat dat hij achterlaat is helaas nog groter. Maar ondanks het onmenselijke verdriet waar we nu mee achterblijven, mogen we weten dat hij veilig is in de armen van onze hemelse vader. Dat is wat wij geloven. Onder toeziend oog van Jewel, die in de gaten houdt dat hij goed wordt vastgehouden. Het is heel mooi om te zien met hoeveel mensen we hier vandaag bij elkaar zijn, om afscheid te mogen nemen, maar ook om de familie te mogen staan als steun. En ik wil jullie allemaal vragen om dat ook vooral te blijven doen, want de komende tijd zullen ze ons allemaal nog heel erg hard nodig hebben. Ik wil vragen of broeder Aalt naar voren wil komen om deze dienst te openen met gebed. Goedemorgen. In het Leger des Heils zeggen wij als iemand overleden is, iemand is bevorderd tot heerlijkheid. En dat geloof ik ook dat het zo is met Bing. En dat is een stukje troost. En ik wil jullie graag voorgaan in gebed om God te vragen om al onze gevoelens, al onze vragen, al ons onbegrip, al onze waarom vragen, om die te dragen. En ons misschien niet vandaag, maar in de komende dagen antwoord te geven op dingen waar we mee zitten. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, we komen tot u in de naam van uw Zoon Jezus Christus. We danken u dat u onze eregast ook vandaag bent. Heere, veel mensen zijn uitgenodigd, maar u bent ook hier, dat weten we zeker. Want in de Bijbel staat dat u bij mensen bent met een groot verdriet. Want u bent een God van het leven. U wil dat mensen leven. U wil dat mensen eeuwig zullen leven. Heer, en daarom voelt het niet alleen voor ons onnatuurlijk, Heer, want de dood is onnatuurlijk. Het is nooit uw bedoeling geweest dat mensen zouden sterven. Laat staan, Heer, dat een kindje zou sterven. Vader, en daarom bid ik u dat alles wat vandaag gezegd wordt, alles wat vandaag gedaan wordt, wat we zien, wat we horen, Heer, dat dat mag medewerken ten goede. Dat begrijpen we nu niet. Heer, maar we leggen onze toekomst, Heer, onze vragen, onze twijfels, onze boosheid misschien wel. We leggen het in uw machtige handen, want we weten dat het bij u veilig is. Heer, wilt u ons kracht geven? Wilt u ons troosten? En geef ons, Heer, dat we hier met een open hart aanwezig zijn. En dat we mogen ontvangen, Heere, dat wat u voor een ieder van ons heeft. Want u kent een ieder van ons persoonlijk. Heer, wij kennen elkaar misschien niet, sommigen van ons niet. Maar u kent een ieder van ons persoonlijk. In de Bijbel staat dat u zelfs de haren op ons hoofd heeft geteld. En zo mogen we ook geloven dat op een dag als deze, waarin diep verdriet, Heere, centraal staat, maar ook hoop voor de toekomst, voor de eeuwigheid, voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde centraal staan. Heer, dat we mogen weten dat u voor een ieder van ons een persoonlijk woord heeft. Heer, ik bid dat we open oren hebben, Heer, om dat woord te horen. Ik bid in het bijzonder ook voor de familie, Heer. Wilt u ook dicht nabij zijn? Nogmaals, Heer, omarm hen, omring hen met uw zegen. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Ja, zoals de broeder net ook heeft gebeden, we halen daar onze kracht uit. En we snappen het niet. En u zal het ook horen in de teksten die Kim en Ronnie hebben uitgekozen voor vandaag. Dat zijn ook de liederen die ze heel veel geluisterd, gezongen, geschreeuwd hebben in het ziekenhuis. Waar ze echt hun kracht uit gehaald hebben, maar ook zullen blijven halen. Want hoe het ook zij, we zetten ons vertrouwen op God. En snappen doen we het niet. En we proberen ons ook niet te veel bezig te houden met de waarom-vraag. Want dan maken we onszelf helemaal gek. Maar we weten dat hoe dan ook God het beste met ons voor heeft. En daar gaan we vanuit. En in dat vertrouwen mogen we ook gewoon blijven leven. En Bing heeft helaas niet lang bij ons mogen blijven. Maar ondanks dat zijn leventje maar heel kort heeft mogen duren, had hij toch een heel duidelijk karaktertje. En ook een heel erg sterk eigen willetje. Alle kabels die moesten goed verborgen voor hem blijven, want anders trok hij ze eruit. Zo klein als dat hij was. En maar toch zo sterk om te laten zien wat hij wel of niet prettig vond. En Kim en Ron hebben zoveel mogelijk alles vastgelegd op foto's en zoveel mogelijk filmpjes gemaakt. En
Niet iedereen heeft de kans kunnen krijgen om Bing daadwerkelijk te mogen en kunnen ontmoeten. Maar ze hebben een filmpje gemaakt omdat jullie allemaal op deze manier ook Bing mogen leren kennen en mogen kennismaken met Bing. Jezus heeft een plan met jou. Vertrouw op hem, hij weet het. Hij zal je laten groeien, hij is het die jou draagt. Hij zal je altijd helpen te doen wat hij je vraagt. Hij is machtig. Dan zou ik nu weer het woord willen geven aan broeder Aalte, die ons voor mag gaan. Ik zou eigenlijk eerst me het woord willen richten aan de kinderen, of tot de kinderen. Want ik vind het heel bijzonder dat er vandaag ook kinderen in ons midden zijn. En ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is voor jullie om de foto's en de video van een kindje te zien, van een babytje te zien, en dat dat babytje er niet meer is. En ik dacht, hoe kan ik dat nou een beetje aan jullie uitleggen? En toen heb ik een oude telefoon meegenomen die eigenlijk kapot is. En wat doe je met een telefoon die kapot is? Ja, die stuur je op, die wordt weggestuurd. En dan soms moet je heel lang wachten voordat die weer terugkomt. Maar ondertussen, waar die naartoe wordt gestuurd, daar wordt die gemaakt. Dan wordt hij weer goed gemaakt, dat je hem weer kunt gebruiken. En ik dacht, ja, misschien mag ik het zo uitleggen dat Bing ook is opgestuurd. Dat Bing is opgestuurd naar God. En daar wordt hij bewaard. Daar wordt hij weer goed gemaakt. Daar krijgt hij een supergoed geheugen. En een supersterke buitenkant. En een supersterke dingen die je allemaal kunt doen op de telefoon. En het duurt natuurlijk altijd voor ons te lang als we ergens op moeten wachten. Maar hij wordt een keertje weer teruggestuurd. Of wij gaan naar hem toe, of hij komt weer met een hernieuwd lichaam bij ons terug. Nou, ik hoop dat dat een beetje iets aan jullie kan uitleggen. Voor de kinderen die dat willen, die hebben ook een klein bordje gehad met een tekst erop. Die je misschien kunt schrijven en later aan Ron en Kim kunt geven. Ik heb vandaag genoemd. Genezing in de stilte. En toen ik van de week nog eens terugkeek naar de uitvaart van Jewel, toen zag ik Geertje zo vol power hier staan en vertellen over wie Jewel was en samen met u afscheid nemen van Jewel. En ik dacht, Geertje, ik hoop dat ik vandaag een beetje jouw mond mag zijn. Dat ik mag spreken namens jou. Genezing, herstel
in de stilte. En ik moest denken aan het gedeelte uit 1 Petrus 5, vers 10 en 11. En er staat, onze God is één en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zo sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen. Voor hem is alle macht, voor altijd en eeuwig. En wat past die tekst die Ron en Kim aan Bing hebben meegegeven daar goed bij? Richteren 6, vers 12. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, de Heer zij met je, dappere strijder. De Heer zij met je, dappere strijder. Toen ik van de week nadacht, toen kwamen er een paar woorden in mij op. En misschien zijn het ook de woorden die u met u meedraagt. We zouden hier met z'n allen hier niet moeten zijn. Het voelt niet goed. Dit voelt, vanmorgen heb ik het al eens gehoord, het woord onnatuurlijk. Het voelt oneerlijk. Het voelt onwerkelijk. Het voelt als een intense pijn. Mensen spreken wel eens van hartzeer hebben. Dan gaat het meestal over de liefde. Maar dit doet ons hart echt zeer. Hartzeer. Hoe hard kan het leven zijn? Ron, Kim, Timothy en Lizzie Joy, samen met hun familie, hebben jaren geworsteld met de gezondheid van hun dochter en grote zus Jewel. En 2,5 jaar geleden moest Jewel de strijd opgeven. En werd ze op 18 februari 21 door God thuisgehaald. Op 24 februari 2021 stond Geertje hier op deze plek om afscheid te nemen van Jewel. En dan word je 1,5 jaar later, word je dan opnieuw zwanger. Een knipoog van God, een bemoediging om het gemis te verzachten wat je hebt van je dochter. Je bent immers nog niet geheeld en hersteld. Als je dan in verwachting bent en de eerste onderzoeken volgen, dan ontstaat er een achtbaan van wanhoop en blijdschap. Slecht nieuwsberichten van doktoren worden afgewisseld met wondere omstandigheden. Tegen alle verwachting in wordt Bing dan op 25 mei redelijk gezond geboren. 25 mei, de internationale dag van het vermiste kind. Wordt Bing dan redelijk gezond geboren. Maar dan volgt eigenlijk weer eenzelfde achtbaan van slecht nieuwsberichten, slecht nieuwsgesprekken met doktoren, maar ook gebed en weer herstel en weer wonderen die gebeuren. Er is zo ontzettend veel gebeden. Er is zo ontzettend veel gestreden. Er is geloof geuit. Er is geproclameerd. Er is gevast. En dan wordt het woensdag 19 juli. En sluit de arts om 12 uur 's middags de zuurstof van Bing af. En dan ligt Bing op de borst van zijn moeder. En om hem heen staan allen die hem lief hebben. En beneden in het ziekenhuis staan tientallen mensen van de gemeente te bidden. En zijn in afwachting van wat komen gaat. En de uren die volgen, dan is Bing nog alert. En hij heft zijn moedige hoofdje af en toe op. En zijn ogen gaan open. Maar dan wordt het 3 uur. En dan wordt het langzaam maar zeker stil. En dan verwisselt Bing de tijdelijkheid met de eeuwigheid. En ik stel me zo voor, dat kort daarvoor, kort voor dat moment, dat er vanuit de hemel een bevel uitgegaan is van God aan twee engelen. Om Bing te komen halen. Zodat hij niet alleen terug hoeft naar zijn schepper. Ik stel me zo voor dat die twee engelen de opdracht kregen om de ziel, de geest van Bing op te halen. En dat ze op dat moment dat Bing het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, dat zij inderdaad tegen hem zeggen. En zeiden, de Heer zij met je, dappere strijder. 54 dagen op aarde gestreden. Begeleid door twee engelen
terug naar zijn hemelse vader. Dat tijdstip 3 uur vind ik ook zo bijzonder. Het tijdstip dat 2000 jaar geleden Jezus zei, het is volbracht. In uw handen, vader, beveel ik mijn geest. En wat kun je op zulke momenten tegen Ron en Kim, tegen Timothy en Lizzie Joy zeggen? Soms is spreken zilver, maar vaak is zwijgen als goud. Wat je kunt doen, wat je allemaal kunt doen, wat jullie allemaal nu doen, is meelijden, aanwezig zijn, laten weten dat je er bent voor de ander. In stilte meelijden door hier te zijn. In de afgelopen dagen er voor het gezin te zijn, er nu vandaag te zijn, maar er ook de komende periode voor hen te zijn. Ik moet eigenlijk denken aan stiltes in de Bijbel. De grote stilte in het leven van Job, die alles verloor, die in zak en as bij het vuur zat. En dan komen er 3 vrienden. En die 3 vrienden zitten 7 dagen lang in stilte bij hem. Er wordt niets gezegd. Want soms zit in stilte ook een stukje herstel. En dan komen we bij een andere stilte. Uit 1 Koningen hoofdstuk 19. En daar lees ik uit voor. En dan zegt God tegen de profeet, ga naar buiten en kom voor mij staan op de berg. En toen Elia daar stond, zou de Heer aan hem voorbij gaan. Maar een vreselijke windstoot schoot over de berghelling. Deze was zo heftig dat enkele bergen uiteenscheurden en stukken rots losraakten. Maar de Heer zelf was niet in die windstoot aanwezig. En op de windstoot volgde een aardbeving, maar ook in die aardbeving was God niet aanwezig. En de aardbeving werd gevolgd door een vuur, maar ook in dat vuur was God niet te herkennen. En na dat vuur volgde het zachte suizen van de wind. In de andere vertaling staat het suizen van een zachte stilte. De profeet Elia had het zwaar. Hij wist niet wat hij met zijn verdriet aan moest. Maar dan roept God hem. En God komt tot hem en zegt, Elia, vertel maar wat er op je hart is. Deel je hartzeer maar met mij. God komt niet als een vuur of een storm. Want daar had Elia niet zoveel behoefte aan. Soms heb je niet behoefte aan krachtige woorden, geweldige, goedbedoelde adviezen en bemoedigingen. Nee, God kwam tot Elia in een zachte stilte. Jewel zei toch vaak, God geeft niet altijd wat ik vraag, maar hij geeft wat ik nodig heb. En in die begripvolle stilte van God, daar begon eigenlijk, nog voordat Elia iets had gezegd, begon dat genezingsproces van deze man. God hoorde hem geduldig aan en hij liet Elia weten, Elia, je staat er niet alleen voor. En dan die 3e stilte in de Bijbel. Misschien wel de meest opvallende stiltes die je tegenkomt in de Bijbel. De stilte die wordt genoemd in het laatste Bijbelboek, in de Openbaringen. Op een plek waar je eigenlijk altijd beweging verwacht. Waar je altijd rumoer, blijdschap, feest verwacht. In de hemel is er een moment van intense stilte. In Openbaringen 8 lezen we dat Johannes ziet dat er over de wereld een heel aantal crisis gaan. Nou, we leven in een wereld waar heel veel crisissen bezig zijn. En crisis betekent eigenlijk oordeel. Dus ze gaan oordelen over de wereld die de aarde treffen. En ze worden aangekondigd door een engel die op een bazuin gaat. Een soort grote trompet gaat blazen. Maar voordat een van de engelen op de bazuin blaast, is het een 30 minuten lang stil. We lezen nergens anders in de Bijbel dat het in de hemel stil is, dat er een stilte is, maar hier wel. En wat gebeurt er dan? Wat is er aan de hand? Wat is zo belangrijk dat die crisis, die oordelen die over de wereld komen, dat die worden stilgezet, dat die worden onderbroken? Het antwoord lezen we verderop. God trekt zich de gebeden van de mensen aan. Er is een 30 minuten de tijd in de hemel om al die gebeden, al die smeekbeden,
al die blijdschapbeden, die dankgebeden, al die uitroepen, die korte gebedjes, die smeekbedes. Ze worden allemaal, die schietgebedjes, ze worden allemaal in dat half uur voor de troon van God gebracht. Ik dacht bij mezelf, wat een waardering van Gods kant uit voor ons mensen, wat we uitspreken, schietgebedjes, schreeuwen tot God, voor de waardering van mensen op aarde. Een half uur stilte. En dat lijkt misschien kort op de eeuwigheid, maar u maakt ongetwijfeld jaarlijks ook de dodenherdenking mee. En dat is misschien maar 1 minuut stilte, maar het lijkt toch zo lang. Het is zo intens. Er wordt een pauze ingelast in het uitvoeren van Gods plan om eerst te horen wat de mensen op aarde bezighoudt. Jouw gebed, uw gebed, hoe twijfelachtig ook, hoe kort ook, hoe boos misschien ook wel, of hoe vol blijdschap. Het wordt door God bewaard. Het is niet te vergeefs. Ons roepen tot God is nooit te vergeefs. Het wordt bewaard, het raakt het hart van God. En vandaag staan we stil bij het verlies van Bing. We hebben er geen antwoord op. We lijden mee. Maar we mogen ook weten dat we met ons verdriet, met onze twijfel, met onze frustratie, met onze onmacht, met onze boosheid misschien, bij God terecht kunnen. God valt niet van zijn troon als wij twijfelen. God valt niet van zijn troon als wij vragen hebben. God wil ons genezen. God wil ons herstellen, zoals hij Elia ook genas en herstelde. Ik moet denken aan dat lied uit 358 uit Opwekking. Uw tederheid genas wat er bitter in mij was. Uw heil neem ik aan, o Heer. Uw liefde overwon, keerde al mijn boosheid om. Uw heil neem ik aan, o Heer. Ik ben mijn overdenking, wat ik hier vanmorgen tegen jullie mag zeggen, bewust begonnen met gevoelens. Het voelt onnatuurlijk. Het voelt niet goed. Het voelt oneerlijk. Het voelt onwerkelijk. Op zware momenten als deze mag je natuurlijk je gevoelens tonen en ze mogen er zijn. Maar onze gevoelens kunnen niet de locomotief van ons leven zijn. Ze kunnen niet de locomotief van ons leven zijn die alle levenskarretjes meetrekken. Op momenten als deze, waar onze gevoelens, onze emoties alle kanten met ons opgaan, houden we ons vast aan de zekerheden in ons geloof. Ook al voelt het misschien niet zo, maar we houden ons vast aan de dingen die God beloofd heeft. En één van de dingen die belangrijk zijn en die ik vandaag ook wil proclameren, dat betekent ik wil ze uitroepen. Dat is één van de belangrijke Bijbelgedeeltes in de Bijbel. En dat zegt, God is licht. In hem is geen spoor van duisternis. Dat betekent dat God is goed. Al gebeuren er dingen om ons heen die niet goed zijn. Al gebeuren er dingen om ons heen die we niet begrijpen. Maar het verkeerde is niet van God. Want in God is geen spoor van duisternis. God is niet het kwaad. Hij is niet de oorzaak van ons lijden. En op zulke momenten, en dan kom ik even weer terug bij Opwekking, in dit geval lied 270, moeten we het misschien ook wel blijven zingen. Wie is God behalve onze Heer? En wie is een rots behalve onze God? Een schuilplaats en een schild, een burcht en een bevrijder is Hij voor wie vertrouwen op Hem. En dan zegt het tweede couplet, wie is God behalve onze Heer? En wie is een rots behalve onze God? Hij sterkt mij in de strijd. Hij sterkt ons in ons verdriet. Hij doet jou overwinnen keer op keer. We geven voor eeuwig hem de eer. Dwars door alle tranen heen. Dwars door ons gevoel heen. Denken we aan de woorden die we straks ook zullen horen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Het lievelingslied van Jewel, toch? De zon komt op. Hij is vandaag ook opgekomen, ook al zagen we hem niet. Hij is er wel, hij is achter de wolken. De zon komt op, maak de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. En dan zingen we, Heer, wat er ook gebeurt. En wat mij mag overkomen.
Laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam met meer passie dan ooit. Misschien zit er in het verdriet wel juist de kracht om meer passie voor God te ontwikkelen. O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond daalt. Horen jullie wat we zingen hier, wat we zeggen? Dat lied 10.000 redenen is een gebed. Je vraagt het aan God. Laat mij nog zingen. En wat hebben we gezegd over de gebeden? Die worden onthouden. Daarvoor zal er ooit een half uur stilte in de hemel zijn. Wanneer al deze gebeden terugkomen en voor Gods troon nogmaals worden gebracht. Heer, wat er ook gebeurt, wat mij mag ook overkomen, laat mij staande blijven. Ons roepen tot ons, tot God, is niet te vergeefs. Het wordt bewaard. Drie dingen die we vandaag mogen meenemen. De Bijbel leert ons duidelijk dat God niet de oorzaak is van het lijden. In God is geen kwaad. Hij is niet meedogenloos of onverschillig. Ons lijden raakt juist het hart van God. Welke vader of moeder zou dat niet zo beleven als je kind lijdt? Dat het je hart raakt, dat het je pijn doet, dat God ook hartzeer heeft. En de belofte van God is dat hij daar ook een einde aan gaat maken. Een eind aan het lijden van deze wereld. En God is zich bewust van ons lijden. Hij weet het. Elke traan, leert de Bijbel ons, die we als mensen uiten. Elk verdriet, staat in Psalm 56. Elke traan wordt door God geteld. Ik heb hier een flesje bij me. In de Joodse traditie, vroeger dan deden ze hun tranen in de flesjes. En die werden begraven bij de overledene. En er zijn ook inderdaad flesjes gevonden. Maar het leert ons dat God onze tranen bewaart. Hij herkent ze. Hij vergeet ze niet. In de Bijbel belooft hij, zoals ik al eerder zei, dat God dicht bij mensen is met een groot verdriet. En we troosten ons met de gedachte dat er ooit een opstanding van de doden zal plaatsvinden. Jezus ging ons toch daarin voor 2000 jaar geleden. En toen we vanmorgen zo hiernaast zaten, toen dacht ik er nog bij na. Bing's overlijden, 54, ongeveer 54 dagen oud. Het bepaalt ons er toch bij hoe kostbaar het leven is. Allemaal zoals we hier zitten. Ons hart slaat nog. Zuurstof wordt nog door je lichaam gepompt. Je leeft nog. Je ziel, je lichaam, je ziel, je geest is nog in je lichaam aanwezig. In onze moderne wereld tellen we terug. We zeggen, oh ja, als je man bent, dan word je ongeveer 79,7 jaar oud gemiddeld. En als vrouw 81,4. En alles wat je jonger sterft, ja, dan heb je pech gehad. Maar dat is niet zoals God rekent. God, zelfs elke dag is een dag die aan je leven is toegevoegd. Elke dag is een dag om dankbaar voor te zijn. Dat je mag zeggen, hey, ik mag het licht weer zien. Ik mag het leven weer zien. Toon Hermans, de dichter, die schreef eens, de ene mens leeft maar een jaar of 7. De andere 100 en geen centje pijn. Soms als ik nadenk over leven, ik had die van 7 kunnen zijn. God, de derde belofte, zal aan het lijden een einde maken. God zal, ik denk binnenkort, een einde maken aan de pijn, de intense pijn en het verdriet in deze wereld. God zal de omstandigheden op deze aarde drastisch veranderen, ten goede. Het laatste Bijbelboek waar ook gesproken wordt over die stilte, doet nog een belofte. Misschien een nog wel mooiere en grotere belofte. Niet alleen onthoudt God onze gebeden, nee, er zal een tijd komen, zegt de Bijbel, dat elke traan van de ogen van mensen zal worden afgewist. En dat de dood niet meer zal zijn, dat er geen verdriet meer zal zijn, dat er geen rouw meer zal zijn, geen geschreeuw meer zal zijn, geen pijn. Nee, zegt de Bijbel in het laatste boek van de Bijbel, al die dingen zijn van de oude wereld, maar er komt een nieuwe wereld. En misschien ben je hier vandaag en je hoofd is vol met vragen. De waarom-vraag. En je mag aan God een waarom-vraag stellen. Waarom gebeurt mij dit? Waarom gebeurt dit? Waarom overkomt mij bepaalde zaken in mijn leven?
God is niet de oorzaak van ons lijden. Maar God is wel het antwoord op ons lijden. God is niet de oorzaak, maar wel het antwoord op ons lijden. En misschien zit je hier en denk je, ja joh, mooi en aardig wat je allemaal vertelt in je mooie pakkie. Maar voor mij gaat het niet op. Ik kan er niets mee. Ik voel afstand, twijfel, frustratie. Toen ik laatst iemand sprak, een oudere mevrouw die een dochter was verloren, toen zei ze, Aalt, toen mijn dochter stierf, stierf God ook in mijn leven. Er zijn soms mensen die het niet meer kunnen opbrengen, ook gelovigen, ook christenen. Er zijn soms mensen die het niet meer kunnen opbrengen om te bidden. Je hebt de power niet meer, de kracht niet meer. Je kunt gewoon niet meer. Je emmertje is leeg. Maar wat staat er dan in de Bijbel? De Geest helpt ons in onze zwakheid. God helpt ons in onze zwakheid. En dan zegt Paulus, de schrijver van dit Bijbelboek Romeinen, wij weten niet eens hoe we moeten bidden. Daarom behartigt de Heilige Geest onze belangen. Hij pleit voor ons, zegt een andere vertaling, met onuitsprekelijke verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. En God die alles weet en weet wat er in ons hart leeft, begrijpt wat de Geest bedoelt. Wat Hij voor ons, voor gelovigen, vraagt, is een overeenstemming met Gods wil. Eén ding weten wij. Dat voor wie God liefhebben, God alle dingen laat medewerken ten goede, want Hij heeft een plan met hen. Misschien voelt het niet zo. En misschien voelt het wel dat je zegt, het lijntje met God lijkt wel gebroken. Het lijkt wel op zijn einde. Maar God zorgt ervoor dat van zijn kant uit dat lijntje met jou niet breekt. Niet gebroken wordt. Want tot slot in 1 Petrus 5 lezen we. Al moet je nog een korte tijd lijden. God, de bron van alle genade, die jou geroepen heeft om in Christus deel te hebben aan zijn eeuwige leven. Hij zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet zult wankelen. God is groter dan onze twijfel en teleurstelling. Ron, Kim, Timothy en Lizzie Joy en Geertje en Tini en allen die bij dat grote verdriet betrokken zijn. God, misschien voelt het niet zo, maar God zal jullie sterk maken en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet zult wankelen. En tegen onze lieve Bing zeggen we, rust zacht, dappere strijder, de Heer is met je. Amen. I worship you. You are here.
in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship. Zal me altijd blijven herinneren aan Ming. Ik heb dit meerdere keren voor hem gezongen in het ziekenhuis. En het was echt het mooiste momentje met mijn kleine vriendje. Want hij werd helemaal rustig toen we voor hem aan het zingen waren. En ik was hem over zijn hoofdje aan het wrijven en hij lag er zo rustig bij dat we zelfs een glimlachje op zijn mond verschenen. Totdat ik stopte met zingen.
Toen kwam de grootste pruilip die we ooit zagen. En toen we weer doorgingen, toen werd hij weer rustig. Dus dit liedje, dat blijft altijd mijn Bing-liedje. Nou, wil jij wat zeggen, Kim? Onze afgelopen 9 maanden in een korte notendop. Het begon allemaal met een hoop vage klachten. Ik voelde me niet lekker en de dokters konden maar niet vinden waar mijn klachten vandaan kwamen. Uiteindelijk besloot ik maar een zwangerschapstest te doen, zodat we dit maar meteen konden uitsluiten. Niks was minder waar, het was meteen raak. Ik was zwanger. Ik kan me nog goed herinneren hoe ik me voelde. Dit was een draaimolen aan emoties. Ik was in shock, ik was blij, ik dacht, oeh, wat nu? Maar ook het besef van timing in deze was bizar. We waren eigenlijk nog net pas begonnen aan onze echte rouwfase, omtrent Joel. Papa Ron was eigenlijk meteen vol vreugde. Er volgde dan ook gauw de eerste echo. We hadden een afspraak in Zuiderland, in Heerlen, en de eerste echo werd gemaakt. Mevrouw, volgens mij zijn het er 2. De volgende shock was aangebroken. Uiteindelijk hadden ze zich vergist en was het toch gewoon 1 baby. Er volgde een paar weken en ik kon voor een echo een sitter terecht. Ik plande een gezellig dagje met peettante Chantal om samen de echo te bekijken. Ik zou ook nog een gesprek met de gynaecoloog krijgen en er was tussenin ruimte tot onze beschikking om een gezellige lunch er tegenaan te plakken. Echter werd dit geen gezellige lunch en echo, maar een slecht nieuwsgesprek. Bij het maken van de echo zag de zuster van alles. Ze kon alleen nog niet duidelijk zeggen wat. Mevrouw, dit klopt helemaal niet, allemaal niet wat ik hier zie. Ik denk dat het verstandig is om je door te verwijzen naar het ziekenhuis in Maastricht. Ze gingen overleggen en de uren van wachten spanning volgden. Er werd vocht in de nekplooi geconstateerd en er waren problemen met zijn schedeltje. Het leek erop dat zijn hoofdje niet dichtgroeide. We werden doorverwezen naar Maastricht en de speculaties werden daar bevestigd. Daarnaast werd ook nog eens aangegeven dat de slokdarm van Bing niet zou functioneren. Er volgde een vlokkentest en daaruit bleek dat hij het syndroom van Down had. De artsen zeiden dat Bing waarschijnlijk niet levensvatbaar was. Een abortus hebben we over gedacht. Tim zei, mama, misschien is het wel beter, want dadelijk sterft er nog een kindje in ons gezin en dat kunnen we helemaal niet aan. En dat klopte. Maar kon het natuurlijk niet. Ik kreeg het is mijn baby, was mijn baby. Abortus is geen optie. Ik kreeg het niet over mijn hart en zeker niet na het verlies van Joel. Vele weken van spanning en ziek zijn volgden zich op. Er was geen enkel moment dat ik me goed voelde. Ik kon niks eten. Het kwam allemaal terug. Het was alleen maar spugen 0% energie hebben. Ik bleek HP te hebben. We gaven onszelf wat hoop en geloofden dat dit kindje echt aan ons was gegeven om wat vreugde terug te brengen in onze levens na alle ellende waar we nog steeds in verzeilden. We begonnen langzaam te fantaseren over hem. We begonnen aan zijn kamertje en we zochten 2 peettantes uit, Chantal en Marijke. Ik kon het niet voor me houden en versprak me opzettelijk. Ze waren hartstikke trots. Bij 29 weken stond de pret-echo op de planning. Omdat de eerste echo met Chantal samen zo in het water was gevallen, wilde ik graag opnieuw een leuk dagje van maken met mijn bestie en peettante. Op naar Maastricht. Ik voelde me niet zo goed en had het gevoel dat ik avond ervoor al wat weeën waren komen opzetten. Chantal zei, ik rij wel. En maar goed ook, ik moest in Maastricht blijven. De weeën waren inderdaad al bezig. Dat was niet oké. Ik was 29 weken zwanger. De gynaecoloog vertrouwde het niet en zei dat ik 2 nachtjes moest blijven ter observatie. Ik kreeg weeënremmers, longrijpertjes en er werd een vruchtwaterpunctie. Omdat ik te veel vruchtwater had, werd het afgetapt. Ik voelde me daarna wel echt een stuk beter. Mijn halve buik was weg en mijn misselijkheid was ook enorm gedaald. Ik zou de dag erna naar huis mogen. Maar toen was het donderdag 25 mei. De artsen renden ineens mijn kamer binnen en zeiden, mevrouw, u gaat meteen naar de OK. Er komt een spoedkeizersnee aan. De hartslag was aan het dalen en we moesten de baby halen. Ik belde Ron dat hij met spoed moest komen. Ron rende net op tijd de OK binnen. Toen werd Bing geboren en hij huilde. En ik riep echt halleluja. Dat was een wonder. Er was geen beademing nodig. En zijn slokdarm functioneerde prima. Ik kon gewoon zelf slikken en er was geen operatie nodig. Wow, wat waren we blij. Pure blijdschap. We hadden hoop en geloof.
omdat we de juiste beslissing hadden gemaakt om Bing bij ons te houden. 2 weken later kregen we zelfs een gesprek met Zuiderland in Heerlen in verband met overplaatsing. Dit zou een afdeling zijn waar we dag en nacht bij Bing konden verblijven. Dat was echt heel goed nieuws. Maar even later gaan daar weer een arts naar binnen. De uitslag van de hielprik was niet goed. Bing had thaislijmziekte. Bing mocht niet meer naar Heerlen. En toen ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Enkele dagen later werden we namelijk midden in de nacht gebeld. Bing was ziek geworden. Dit was de dag dat hij voor het eerst kleertjes aan mocht en ook in een gewoon bedje werd gelegd, dus niet meer in de couveuse. Zijn ademhaling zakte steeds weg. Bing had een longontsteking door een bacterie op zijn lijn. Dit liet ons terugdenken aan Jewel. We ervoeren een enorme flashback. Dit was namelijk ook de oorzaak van Jewel haar sterven. 5 weken lang volgde haar beademing. En de artsen zeiden dat hij er niet vanaf zou kunnen. Vele slecht nieuwsgesprekken volgden, maar we vertrouwden op God dat het goed zou komen. De dag van de detubatie. Die dag hadden we ons voorbereid op het sterven van Bing. Hij zou immers niet zonder kunnen. Maar het ging wonderbaarlijk goed. Bing mocht gewoon aan een zuurstofmasker. 2 dagen later ging het weer slechter. Hoge hartslag, snelle ademhaling. Op en neer verliepen de weken. Goed nieuws, slecht nieuws. Het was een wekenlange trip in een hele achtbaan. Toen kwam de dag dat ik bij Bing mocht slapen. Ik was blij dat ik eindelijk samen met Bing de nacht mocht doorbrengen. Echter was het geen fijne nacht. Ik heb gezien wat voor gevecht dat Bing moest doormaken. Het was ontzettend pijnlijk om hem zo te zien vechten. De ochtend daarna met Ron gesproken, besloten om zijn gevecht te beëindigen met 100% geloof dat God een wonder zou gaan doen. 'Smiddags gesprek met de arts. We hebben samen besloten om de 19 om 12 uur de beademing te stoppen. Al 2 tot 3 weken zeiden de artsen dat Bing was uitbehandeld, maar we konden dit niet eerder. We bleven hopen op een wonder. En toen volgde die zwarte dag, woensdag 19 juli, mijn verjaardag. De nacht daarvoor mochten we nog samen met Lizzie bij Bing slapen. Pak er even bij je. We kregen ontbijt op bed voor mijn verjaardag. Er werd zelfs voor me gezongen. Toen was daar 12 uur het zware moment. Papa deed het kapje af. En toen raakte Bing in paniek. Hij moest huilen. We hebben nooit eerder een huiltje van hem mogen horen, helaas. Alleen maar een heel kleintje. Hij hapte naar lucht. En hij werd helemaal blauw. Dat duurde gelukkig maar een paar seconden. Maar het was voor ons oneindig lang. Morfine werd verhoogd. Bing lag op mijn borst. En hij werd rustig. En heeft heel vaak nog zijn hoofdje opgetild om naar ons te kijken. Bing lachte naar ons en keek op als een tevreden mannetje. De hartslag werd steeds rustiger en de tussenpauzes werden langer. Om 3 uur precies is Bing uiteindelijk gestorven. Het eindigde in een gitzwarte dag. Maar we zijn ook enorm dankbaar. Dankbaar voor het zalven van oma Geertje, het zingen van Naomi. Vele gebedsgroepen wat hebben gebeden. De verzorging door alle lieve familie en vrienden. De steun en toeverlaat in het ziekenhuis. En ons verblijf in het Ronald McDonald huis. Bing was een echte schravelvot. Hij rolde door de hele couveuse heen. En lachen en heel veel poepen was ook echt zijn ding. We hebben wat afgelachen met hem. Maar ook met al die wasjes wat Bing weer veroorzaakte. Bing reageerde heel happy als hij Tim en Lizzie hoorde. Hij ging op zoek naar ze en keek rondom de couveuse waar ze waren. Ook kreeg Bing druppeltjes moedermelk in zijn mondje. Daar werd hij helemaal wild van. Dan ging hij smakken met zijn tong naar buiten zwaaien, want Bing wilde meer. Hij wilde altijd zijn handjes naar zijn mondje toe brengen. Inbakeren liet hij zich gewoon gebeuren. Maar toch kreeg hij het altijd voor elkaar om weer los te komen. Dan trok hij iedere keer de slangetjes los. En daarom zat hij zo altijd onder de pleisters.
Pinkgenoot van muziek luisteren. Lekker uitrekken vond hij ook heerlijk. Buidelen met papa, mama en Lizzie was zijn favoriete bezigheid. Op die momenten was Bing op zijn allerbest. Waren alle waardes perfect. Bing had dezelfde mooie rozige haar als zijn grote zus Jewel. We waren dankbaar dat we gelijkenis herkenden in zijn grote zus. Nu zijn ze samen. Bing, wat hebben we nog veel moois. Wat hadden we nog veel moois een beetje willen beleven. Maar helaas liep het anders. Een dikke kus voor jou, je grote zus en opa. Dankjewel. Ik wil vragen of Lucia naar voren komt. Is het volgens mij al klaar? Sarah en Lucia die willen heel graag ter ere van Bing een heel mooi muziekstuk daar horen brengen. Dank jullie wel, meiden. Heel erg mooi. We zijn nu aan het eind gekomen van deze afscheidsdienst voor Bing, Gideon,
Rinus. Broeder Aalt zal zo meteen nog een afsluitend zegengebed uitspreken. En daarna krijgt iedereen voor het verlaten van de zaal de kans om nog persoonlijk afscheid te nemen van Bing. Dus de vraag om straks de achterste rijen eerst naar voren komen door het middengang. En dan via de zijkant de gang de zaal zullen verlaten. De familie zal als allerlaatste afscheid nemen en de zaal verlaten. Bij de uitgang krijgen de mensen die ook naar de begraafplaats gaan een rouwlintje om aan de auto vast te maken voor de rouwstoet. Ook zullen er gedenkkaartjes worden uitgedeeld, 1 kaartje per gezin. En alle genodigden voor de koffietafel hebben een apart kaartje gekregen. Die worden eerst verwacht op de begraafplaats en zullen dan aansluitend samen naar de koffietafel gaan. Ik wil vragen of jullie willen staan en of broeder Aalt deze mooie dienst wil afsluiten. Zullen we samen nog bidden? Vader in hemel, zo aan het eind van deze afscheidsdienst van Bing, komen we nogmaals tot u, Heer. En als wij zo dadelijk hier naar buiten lopen, bidden we, Heer, dat u met ons meegaat. Heer, dat als we straks Bing aan de aarde toevertrouwen, Heer, zijn lichaam, dat het als het ware mag zijn als een zaadje wat geplant wordt, Heer, ook in ons hart. Heer, want als er iets goeds uit vandaag kan voortkomen, dan is het dat hier vandaag mensen zijn die u misschien nog niet zo goed kennen. En die dwars door al het lijden en de pijn en ook de woorden van Kim heen u beter willen leren kennen. En zich open willen stellen voor u. Heer, want in de Bijbel staat dat God niet wil dat er iemand verloren gaat. Maar dat alle mensen bij hem zullen horen. Heer, en u bent de God die op ons wacht. En als we vragen, Heer, dan zullen we antwoord krijgen. Als we bidden, dan zullen we gehoord worden. Als we kloppen, dan zal er voor ons open gedaan worden. En zo bid ik, Heer, dat we dit mogen meenemen. Een verlangen, Heer, om door u persoonlijk getroost te worden. Om u beter te leren kennen. En zo gaan we dan heen onder uw zegen. Ga dan heen en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn en blijven met jullie allen. Totdat de Heer Jezus weer terugkomt. Amen. Mogen de achterste rijen eerst naar voren komen.